Tussen chaos en geluk, Zomergasten met Pierre Bokma. In de laatste aflevering van Zomergasten, een bekende talkshow die verschillende gasten presenteert, stond de getalenteerde acteur Pierre Bokma centraal in de discussie. Deze aflevering draaide om het centrale thema van het leven, dat vaak tussen chaos en geluk schommelt. De presentator stelde interessante vragen over Bokma's carrière en zijn persoonlijke leven om de kijkers in de denkwereld van de artiest te introduceren. Bokma sprak over de uitdagingen die het acteren met zich meebrengt. Hij beschreef zijn ervaringen met verschillende rollen en benadrukte dat hij vaak het gevoel heeft gevangen te zitten in een constante achtbaan van emoties. Volgens hem zijn er dagen waarop het hem gemakkelijk valt om in een rol te duiken, terwijl het op andere dagen een echte uitdaging is. Deze dualiteit van het leven tussen vreugde en moeilijkheden is hem heel bekend. Tijdens het gesprek legde de acteur uit dat de zoektocht naar geluk vaak wordt beïnvloed door externe factoren. Hij merkte op dat de verwachtingen van de samenleving en de druk om publiekelijk succesvol te zijn vaak kunnen leiden tot een gevoel van overweldiging. Bokma gaf aan dat hij had geleerd deze verwachtingen los te laten en zich meer te concentreren op zijn innerlijke stem. Hij benadrukte dat waarachtig geluk niet te vinden is in extern succes. Maar eerder in de eigen tevredenheid en innerlijke vrede. Een ander belangrijk punt in de discussie was de rol van creativiteit in het leven van een kunstenaar. Bokma legde uit dat creativiteit voor hem een essentieel onderdeel van zijn leven is, dat hem in staat stelt om de chaos om hem heen te begrijpen en te verwerken. Hij vond dat de confrontatie met zijn kunst vaak therapeutisch werkt en hem helpt om moeilijke periodes het hoofd te bieden. Daarbij verwees hij naar oudere werken. Die hem in moeilijke tijden hebben geïnspireerd en hem hebben geleerd hoe hij met uitdagingen kan omgaan. Over de ervaringen die hem zowel menselijk als artistiek hebben gevormd, sprak Bokma ook over persoonlijke tegenslagen, inclusief de reflectie over mislukte projecten en hoe deze zijn kijk op succes hebben veranderd. Deze momenten hadden hem laten zien dat falen vaak het uitgangspunt is voor nieuwe groei en dat je uit elke chaos een nieuw perspectief kunt halen. Ook al had hij in moeilijke tijden pijnlijke inzichten opgedaan, het was altijd ook een kans geweest om zichzelf opnieuw uit te vinden. Al met al was de episode een boeiende combinatie van persoonlijke verhalen en diepgaande inzichten over het leven als kunstenaar. Bokma's eerlijke weergave van zijn reis tussen de extremen van chaos en geluk belichtte de universele worstelingen die veel mensen ervaren. De dialoog tussen de presentator en Bokma benadrukte hoe belangrijk het is om in moeilijke tijden je waarden te behouden en naar je innerlijke stem te luisteren. Concluderend kan worden gesteld dat Bokma's overpijnzingen over geluk en chaos niet alleen voor kunstenaars, maar voor iedereen van betekenis zijn. De vaardigheid om te midden van uitdagingen vrede te vinden is een essentiële levenscompetentie. Deze inzichten zullen lang na de uitzending in de hoofden van de kijkers blijven nazinderen en hen helpen hun eigen zekerheden en onzekerheden te reflecteren. Auteur Anita Faken, maandag 26 augustus 24.